De wijkcentra werden goed gewaardeerd en worden ook na de overgang van Cardanus naar AZ nog steeds goed gewaardeerd. En wat zijn de minpuntjes? De verbeterpunten, er zijn altijd dingen die beter kunnen. Is dat het wat persoonlijker lijkt te kunnen voor klanten. Ze vinden de herkenning niet altijd goed genoeg. De sfeer kan in het ene centrum misschien wat beter dan in het... Wordt die ook beter beoordeeld dan in het andere centrum. Ik denk dat voor ons de uitdaging wordt om te zorgen dat we in alle centra het niveau halen van het beste centrum. Nou, zijn er nogal wat wijkcentra die verhuizen moesten of verbouwd worden? Waar gaat het dan om? Nou ja, Westwijk wordt helemaal herbouwd. Dus daar is een tijdelijke locatie. Die is wel beperkter. En we zijn nu heel erg aan het kijken of we bepaald soort activiteiten toch nog wel, bijvoorbeeld in tijdelijke accommodaties, tenten of zo, of op pleinen, kunnen gaan uitvoeren. De Bolder gaat eraan komen. Daar heeft de wethouder Branders de nodige plannen voor. Naast een opknapbeurt om dat een andere positie in de wijk te geven. Ook daar zijn we aan het zoeken naar tijdelijke oplossingen. Daar zal de Olmenhof bijvoorbeeld een rol in vervullen. En het Open Hof zijn we aan het onderzoeken. Dat is niet helemaal een ideale locatie. De bonusinitiatiefgroep daar kiest voor een andere plek om vanuit te opereren dan de Open Hof. Dus daar zijn we nog aan het zoeken hoe we dat kunnen verbeteren. Bij die verbouwingen en verhuizingen en zo, dreig je dan niet veel vrijwilligers te verliezen en bezoekers? Nee, op dit moment valt dat mee. Dat is altijd wel voor een aantal mensen de reden om eens te zeggen van nou, ik heb het nu 25 jaar gedaan, het was mooi. Maar het geeft ook vaak weer nieuwe groepen kansen. Jongeren zouden als gebruikers natuurlijk een positie kunnen gaan krijgen de komende tijd. En dan zullen we zeker met elkaar eraan werken om dat met jongeren op te bouwen. En dan ben je als jongere vanzelf de nieuwe vrijwilliger. Ik denk dat het kansen geeft eerder dan bedreiging. Maar het gaat altijd wel met verandering, met verlies van trouwe vrijwilligers en bezoekers die dan in zo'n fase, dat zien we in de Westwijk ook, ja, dan moet een bepaalde vereniging een tijdelijk andere accommodatie zoeken. Nou, dan bevalt die eigenlijk goed, dan blijf je daar zitten. Geeft ruimte voor nieuwe initiatieven en nieuwe groepen.